Ik heb via Facebook heb ik een bericht gekregen via Sophie Ann, eigenlijk de begeleidsters van Sophie Ann. En die vragen heel simpel: Jeroen, Sophie Ann heeft maar één droom. Jou ontmoeten. Hoe leuk is dat nou? Sophie Ann die heeft het syndroom van Down en schijnt al heel lang op mij te wachten. Ik heb namelijk een keer gezegd dat ik bij haar langs zou komen. Haar droom ga ik vandaag verwezenlijken. Ze zeggen alleen wel: lieve Jeroen, ze werkt in de Lindenhof in de bediening, ze wil jou graag bedienen. Alleen één probleem, als jij binnenkomt, herkent ze je meteen. Nou, daar ga ik dus wat aan doen. Ik ga me dus vermommen en op naar Soest. Zo, piano onder mijn arm en achter deze garagedeur staat hij dan. De rode lelijke eend uit 1985. Of zoals de Fransen altijd zo mooi zeggen, de deux chevaux. Voor de oplettende kijker, ja, je hebt het goed gezien. Vandaag blijft het dak dicht, want het zeikt van de regen. Maar dat mag de pret niet drukken. Het gaat zo hard regen dat ik me afvraag of ik überhaupt wel droog aankom in dit kleine bootje. Hoe gaan we dit nu? Hup, die is dicht. Het regent gewoon in. Kijk, ik heb hier mijn ventilatierooster openstaan. Alle eendjes zwemmen in het water. Dat is het natuurlijk. Het is gewoon een eend. Ik krijg gewoon natte poten. Nou ja, het begint gewoon te lekken. Hier. Kijk nou. Er lekt gewoon water uit mijn kilometerteller. Kijk. Er komt gewoon water uit mijn kilometerteller. Hier. Dit is de Lindenhof in Soest. Hier werken overdag mensen met een verstandelijke beperking. De gasten weten dat ze iets meer geduld moeten hebben, maar ze worden wel met de grootste zorg en liefde bediend. Yes, dankjewel. Wat prachtig dat deze bijzondere groep mensen op deze manier de kans krijgen om toch mee te draaien in onze snelle maatschappij. Oké, pak hem mee. Mag je net af? Ja. Sophie Ann werkt hier 3 dagen per week en dat doet ze al 6 jaar. Uiterst geconcentreerd gaat ze te werk. Ik ben inmiddels op de parkeerplaats bij de Lindenhof. Dat is hier achter me. Kijk. En ik zag dat Tamara, die heeft net de slagboom voor me open gedaan. Dus daar kan ik dan rustig naartoe lopen. Alleen ik moet wel zorgen dat ze me niet herkent. Dus ik ga even lekker heel hip doen. Ik doe een mooie pet op. Gestolen van mijn zoontjes. Dus sorry jongens. Papa heeft even deze pet op. Ik wil even hip zijn. Ik doe mijn bril op. Nou, ik zie eruit als die gozer van Top Gear. Zo'n piloot. 554, cabin crew. Missie 1. Als ik nou zo kijk, zo. Hallo. Noem je zo? Hallo. Dan gaat ze mij nooit herkennen. Maar Sophia, ga eens terug. Nu werk je achter in de keuken. Hallo? Hi. Hi. Jij bent? Tamara. Tamara. Kom erin. Marielle. Maar ik kijk zo het restaurant in. Tamara en Marielle loodsen mij snel naar beneden, zodat Sophie Ann mij nog niet kan zien. Zijn we hier veilig? Hier zijn we veilig. Hier zijn we veilig. Absoluut, absoluut. Wat is nou precies het hele verhaal? Vertel. Begin jij maar. 3 jaar geleden heeft ze een meet and greet gehad met jou. Ja, dat weet ik. En toen heeft ze een beeldje voor je gemaakt. Ja, en wij hadden een klein dingetje. Ja, kaart geschreven toen. Ja. En dat ze bij Krankcafé de Lindel werkt en met verstandelijke beperkte. Ja. En dat het leuk zou zijn als je een keertje langs zou komen. Volgens mij riep ik toen ook, oh, dat is vlak bij mij. Ja, als ja, ik in de buurt ben, klopt. Dan kom ik een keertje bij je lunchen. Kom ik hier bij je lunchen. Nou, oké, dat maar is 3 jaar geleden. En elke ochtend tegen ons, vandaag komt Jeroen van der Rouw lunchen. Zo'n groot fan. Ik sta nu een beetje, toch ook een beetje mond vol tanden. Maar omdat je het helemaal niet door hebt soms. Hoe dat is. Want je komt ook wel eens ergens. Ik zeg, ja, vind het leuk dat je langskomt. Je komt, nou, wat leuk dat je er bent. Goed. Maar als je tegen iemand met een beperking zegt dat je komt, zij onthouden dat. Wij zeggen heel snel van, oké, tot de volgende keer. Maar je zegt heel vaak, en zij ik kom langs als ik in de buurt ben. Oké, doeg. Begrijpelijk al. Ja. Ze is echt een fantastische meid. Ze heeft het syndroom van Down dan. Ja. Ze is niet groot, maar ze heeft een hart van goud. Ik ga proberen dat ze niet zo lang mogelijk niet herkent. Oké, wij gaan vast naar boven. Oké. Okay. Goed. Dus mee binnen. De kaart, wat zou ik nemen? Kopje koffie.
natuurlijk. Wilt u de S drinken? Wat zegt u? Wilt u de S drinken? Ik zou graag een kopje koffie willen. Koffie? Koffie. Lekker bakje koffie. Oké. Als ze ligt. Dank u wel, schat. Dank u wel. Tot zo. Tot zo. Koffie, ja. Ik heb net een kopje koffie besteld, maar ik moet anders praten, want het voelt heel gek. Want dan ga ik een beetje zo zitten praten. Zal ik je helpen? Dank u wel. Dat ziet er lekker uit. Oké. Ga eens even zitten. Kan je een geheimpje bewaren? Ik ben de allergrootste fan van Bassie, van Adriaan. Ken je die? Oh, ja. Van wie ben jij de allergrootste fan? Wie is jouw... Van wie ben jij fan? Jeroen van de Boom. Nee! Allergrootste fan. Nee, dat kan helemaal niet. Nee. Oké. Weet je waarom niet? Hallo Jeroen! Nee! De Boom! Nee, natuurlijk! Ik ben bij jou gekomen. Yeah! Ja, natuurlijk ben ik bij je gekomen. Oh, ik ben zo blij met jou. Ben je zo blij? Ja, zeker. Je had het helemaal niet door, schat. Je had het helemaal niet door. Geef me een knuffel. Yeah. Oh, schat. Heb je zo lang moeten wachten tot ik een keer kwam? Ja, zeker. Oh. Nee. Zo trots op jou. Ben je trots op mij? Ja. Ik ben trots op jou. Oh, dankjewel. Ik ben heel trots op jou. En ik heb ook al gehoord dat je ongelooflijk goed kan werken hier. Zal ik straks nog een liedje voor je zingen? Vind je dat leuk? Jazeker. Ja? Er zijn alle toppers. We zijn de beste toppers. Ja. Ooit geweest ben. Toen waren we zo hartstikke tof. Ja? Was het leuk met de toppers? Zeker. Waren die anderen ook aardig tegen je? Ja. Wie is de leukste dan? Leukste? Van de toppers. Ja. Wie is de Gerard. Tjoling. Ja, Gerard is daar de leukste. Ja. Kijk. Het wapen. We hebben stroom. Wat vind jij nou? Jij bent zo leuk, hè? Vind je alles, wat vind je meer leuk? Ken je, als de oorlog komt, nou? Als de oorlog komt. En als je dan wil schuilen? Als hij schuilen, mag ik dan bij jou? Ah, schat. Ik ga lekker voor je spelen. Let op. Moet je goed luisteren. We hebben allemaal publiek gekregen. We hebben allemaal publiek. Ben je klaar voor? Mag je meeknippen? Zeg ik nee, zeg jij ja? En wil ik gaan slapen? Wil jij eens graag? En oh, zeg ik stop, ga je toch nog even door? En ik krijg geen gehoor. Stroomt het bier uit de kraan? Wil jij naar huis? Zeg ik later we gaan, geef jij niet thuis? Het kan me niet schelen, want jij bent zo. Ik heb je dan nooit anders gekend en zo. Zou ik jou het liefste houden, jij bent zo. Met jou verveel ik me geen moment en oh. Ook al doe je echt geen moeite, jij bent zo. Want ik raak gewoon nooit aan je gewend zo.
samen ciao. Met jou. Yeah! Yes! Hey schat, doeg! Ja! Hoe leuk was dit? Wil jij ook iemand verrassen? Wellicht kan ik je helpen. Stuur mij een berichtje via Facebook en wie weet kom ik langs in mijn eentje.